Oké, goedemiddag. Oh, jongens. Oké. Beetje spannend, hè? Ja. Het begint op iets te lijken, hè? Hij heeft zoeken naar bezem nodig bijpakken. Hij was net heel tijd niks aan het doen, hè? Zie je de camera's aan, hij begint gelijk te werken. Jij klappen er tegenaan. Even serieus, man. Wacht hoor. Kijk. Waar moet deze naartoe, Bas? Gooi maar, leg hem maar even op de aanhanger, man. Ja? Maar gedicht is het niet. Ja. Deze kant, jongens. Oké, komt ie. Die onderste gaat ook zeker. Ja. Nou, hij raakt wel los, maar. Is niet perfect, dit. Kijk, gooi je even tegen die pellet, tegen zo'n nieuwe pellet aan, dan kan hij even die warme lucht er even tegen aan. Oké, is alles hetzelfde? Ja. Deze zijn wel minder nat, maar... Die is los. Kijk, ik probeer hem te houden hier. Deze stond onderop, denk ik. Ja. Sommige zijn los, maar... Ik zal hem meteen. Daarom zeg ik, als je je kont er even tegen de warme lucht er doorheen blaast... Ik word hier niet blij van. Even schoonmaken. Schoonmaken. Vandaag ben je vies van het rechter. Moet ik het daar schoonmaken? Ja, we moeten goed onderhouden. Ja, moet. Ik snap je precies. Morgen ook niet, maar. Deze kleding op, toch? Ja, misschien. Is het waterdicht? Ja, moet hè. Kijk. Ja. Moet hè. Heel mooi. Mooi hè? Kerstman is weer schoon. Ja, moet je. Moet de vis er echt van brengen, hè? Ja, hele dag zagen. Ja, hele dag zagen, hè? Morgen minder regen, toch? Morgen minder regen. Hoe koud het water, hè? Morgen 2 mm. Ah, dat is lekker. Dat is bijna niks. Bijna niks, nee. Vandaag was al slecht, ja. Oh. Ook bijna 150 meter lekker. Ja, niet slecht. Niet slecht. Niet slecht. Heel mooi. Oeh, koud. Wacht. De water, hè. Maar misschien een kerstcadeau, hè. Een kleine zaak kopen. Ja, gek. Kleine... Ja, probeer een kleine, grote en medium. Alle maten, voor alle markten thuis. Het is zwaar, kan niet. Niet slim, maar ja, niet handig. Maar soms handig, soms niet. Ja, soms voor die grote banden is hij mooi. Oké, maar niet
Wie is er werk? Het kan niet. Hoe groot is het? 400 mm. 400 mm, maar ongeveer 25 kilo. Hoeveel kilo? Ja, zoiets. Ik denk wel 20, 25 kilo, ja. Beetje zwaar. Ja, als je de hele dag moet zagen, dan wordt het wel zwaar. Kerstcadeau, hè? Kerstcadeau van Pandora. Kerstcadeau voor... Nieuwe zaag. Nieuwe zaag. Een kleine. Ook stiel, maar dat is een kleine. Nou, gaan we kijken. Wel mooi. Kijken, wij kunnen verder even. Volgens mij is die maar 9 kilo. Ik had gekeken op internet. Of de Husqvarna. Ja. 770, ook goed. Die is ook goed, die is iets groter, iets zwaarder. Maar... Hoeveel kilo? 10? Nee, denk ik. Ik weet het niet. We hebben een kleine, hebben een grote. Een volgende jaar misschien medium zaak. Alles zaak. Twee zaak, 3000 euro. Erg. Beetje erg. Duur grapje. Duur, hè? Ja, maar moet weer, toch? Ah, ja, weet je wel. Alles hebben. Ze verwachten alles van ons. We moeten grote zaag, kleine zaag, grote knipper, kleine knipper, grote aanhanger, grote auto, kleine auto. Kleine auto, grote, familieauto, werkauto. Ja, we moeten alles hebben. Eerlijk. Maar goed zo. Heel mooi. Tot morgen. Bijna nieuw. Vandaag een mooi klusje. Een hele speciale collega hebben we vandaag. Echt een harde werker. Hij gaat ons helpen in deze tuin, speciale tuin. Jullie gaan zien. Wordt leuk. Hè, Chris? Spannend vind je het een beetje? Een klein beetje spannend. Ja. Spannend. Maar het wordt echt leuk. Een heel goed gevoel over deze dag. Echt waar. 100%. Ja, leuke dingen. Nog 10 minuten, 15 minuten? 10 minuutjes, ja. 10 minuten. Ja, zoiets. Oké. Trappen die tuin er even in. Denk erom, hoor. Volgens, het is weer tijd om naar de gym te gaan. Maar voordat we gaan trainen, ga ik eerst eventjes langs het huis van mijn ouders. Want daar zijn ze bezig met de tuin. Dus we moeten eventjes het een en ander even checken. En even kijken of alles wel goed van start gaat. Pre-workoutje in de morgen is een dagje zonder zorgen. Een weekje geleden plaatste ik een oproep. Ik was op zoek naar een stratenmaker. En Matthias was hier zo. En zijn community, ja, die ging massaal in mijn mailbox. Nou jongens, dit is eventjes Andy Voortje. En Matthias, wat ga je ervan maken, maat? Wordt een 10. Oh man, dan gaan we voor een 10, jongens. Nou, dit is een bivortje van de achtertuin. Ze gaan de voortuin ook eventjes aanpakken. Ga ik jullie eventjes laten zien. Eventjes kijken. Dit is de voortuin, hoe het er op dit moment uitziet. En zij gaan voor een 10. Dus ik ben benieuwd, jongens. Kijk, vandaag zijn we speciale klus. We hebben een speciale stratenmaker mee vandaag. Gaan we meehelpen bij ons boek. Zijn ouders in de tuin, maatje. Kijk. Waar moet deze naartoe, Bas? Gooi maar, leg maar even op de aanhanger, man. Even op de aanhanger, dan pak ik ons moeke ook eventjes mee. Ah, mooie kleren aan. Wat zei je? Mooie kleren aan, ja, juist. Ik ga zo eventjes omwisselen, man, broer. Was op je tenen, man. Als er wat valt. Ik denk dat we eventjes naar de veiligheid moeten kijken. We gaan dit eventjes wegleggen. Ons moeke gaat... Ik heb een hesje voor je. Heb je een hesje voor me? En schoenen. Ja, dan gaan we eventjes omkleden, jongens. Ciao, ciao. Hou je best doen, hè, nu? Beetje spannend, hè? Nou, je best doen. Moet best. Ze hebben grote problemen met hem. Nou ja, succes allemaal. A few moments later. Maladief, toch? Maladief is al. Mobicep, verse Maladief is al voor jou. Speciaal voor jou. Kijken. Maatje. Veel te veel, man. Veel te veel. Kijk maar dan. Dat kan niet, man. Dat kan niet. Beetje... Stomming. Probleem, hè? Hallo. Beetje probleem, vriend.
een biljartlaken. Mooi man. Malediven zo. Denk erom hoor. Ik ben me er een. Zit erin, hè? Oh, dat zit erin. Mooi kennen, kijk uit. Zit erin. Denk erom. Mooie steentjes. Schitterend. Heel mooi. Food review met Chrissy. Kijk. Heel mooi vlak, hè? Food review, hè? Food review, hè? Wat hebt hij van moois? Oh, kijk. Lekker, hè? Food review. Oh, kies erin, hè? Niet te weten, hè? Keep. KFC. KFC bezorgd. KFC. Wow, lekker. Voelt hij warm thee, hè? Kijk eens. Maar geen toast is dit je probleem, hè? Geen toast. Kijk, lekker, hè? Beetje sandwich. Koud sandwich. Salami. Salami. En desert box. Desert box, belangrijk, kijk. Oh. Ja, meneer, hè? Kijk, Dunkin' Donuts. Kijk, een klein dingetje, wat is dit? Nooit gezien. Lekker man. Lekker man. Het smakelijk, jongen. Smakelijk. Kijk er eens, ik ga. Jij ga. Jij nog alles naar binnen lopen hier, ook? Daar een beetje donker, hè? Het is alweer donker hier, joh. Donker beginnen en donker stoppen. Kan wel janken. Oh. Komt goed. Ja. Food review. 24 uur niks gegeten. Papje gaat even eten. Is smakelijk, hè? En eventjes even opladen, hè? Denk erom. Mm. Lekker, man. Is smakelijk. Grote baas blij, hè? Erik. Klein beetje file. Erik, 8 uur thuis. The next day. Kijk, Chris. Yo. Ik ga. Nee, ik vind het spannend, hè? Ik ga, joh. Jij hier. Even een paar spulletjes halen. Oké, okay, dat is anders. Kijk eens. Denk erom, hoor. Mooi klusje. Nieuw machine, nieuw zakblad, alcohol, extra spe. Alle machine opladen klaar. En misschien netjes. Maar heel klein beetje koud, dit is het probleem. Een beetje koud, ja. Niet, maar het is op zich lekker. Die zon, als die zon zo komt. Oké, okay, ik ga eventjes spulletjes halen, tot zo. Rondje rijden. Rondjes maken. De review. Zaterdag food review. Breda food review. Ik kan door even weinig pakken, sorry. Dus. Goeie food review dit. Gisteren geen tijd de winkel. Ah, oké, dank u wel, de weinig. Ik ga van jou, Pandora. Iets smakelijk allemaal. Jij, Stan, een beetje? Nee, ik hoef niet, dankjewel. Dan snel door. Is over, ja. Ah, ja. Iets meer hierheen. Schitterend. Vakwerk, jongens. Hey, misschien is het wat dat ik naar huis ga. En jullie het hier afmaken, ja? Wat zegt hij? Ik ga naar huis, jullie maken het af. Nee, is goed. Toeslag extra. Ik ga. Zaterdag toeslag, hè? Zaterdag toeslag. Reistoeslag. Zorg dat. Zaterdag toeslaag. Zorg dat Mobicep tevreden is. Met een dikke factuur. Mobicep vragen. Ja. Nee, hopen dat hij, jullie zorgen dat hij tevreden is. Ja, het wordt 10 hoor, denk ik. Maar wat? Ja, maar, jullie. Ik ga staan. Ik ga. Komt helemaal goed. Ik heb beter niet doen een klein beetje Matthias werk hier. Ik ga. Als jij even goed vlakt, dan gaan wij. Maar eerst dan kun je goed vlakken. Ik ga. Ah, lachen man. Kijk eens.
Help hem eventjes. Niet vallen. Gewoon, hij knijpt. Juist, je rug recht. Nou, hoef jij niet uit te leggen. Hij weer mooie kleren aan, hè? Nee. Even kijken. Maar gewicht is het niet. Ja. Deze kant, jongens. Deze kant? Ja, die kant. Zet hem maar in. Mag ik hierop staan? Ja, man. Oké, jongens. Jij sowieso. Kijk, jongens. Kilo Mobicep tilt. Ja, nu gaat het goed. Hoeveel kilo is dit? Laat het weten, jongens, in de reacties. Oh, jongens, een beetje naar links en een beetje naar rechts. Ja. We hebben hem onder controle. Oh, even uitkijken. Ja. Een beetje hulp van de. Oh, jongens, toch? Een beetje hulp van Fajon. Maar dat komt allemaal wel goed. Houd ik jullie, jongens. Ciao. Hoe is jullie Fajon? Fajon. Fajon. Fajon, één dikke jaar naar Fajon. Jullie zien het, jongens, bij ons boeken, zijn ouders in de tuin. Eventjes de tegels een beetje flaco, picobello. Had ik jullie zin in? Ja. Begint op iets te lijken, hè? Even zogenaamd bezig nodig bijpakken. Hij was net heel tijd niks aan het doen, hè? Zit de camera aan, hij begint gelijk te werken. Ja, hij ziet die camera, hij ziet juist aan, toch? Hij ziet juist aan, en ik ga wat doen. Lekker, man. Oh, dat is een Alibaba dingetje, hoor. Alibaba. Hij is los. Gisteren proberen, dankjewel. Ja, met een grote tank zeker. Ja, maar hier, garage. Ja. Mooie garage hier ook. Ja, vertrouwt ze nu blauw. Volt samen zeg. Kan je terugleggen aan wat anders. Ze zijn niet zo heel slim in die fabriek daar. Ga niet wel met vastmaken hier. Hij kan niet losmaken. Laat ze gaan. Nou ja, komt goed. Hij is gemaakt. Nou, dankjewel, Glottela. Zet maar in elkaar. Charlie, ja, een gereedschap hier zat. Mooi. Praat. Ster van de show. Zo, jij bent de ster. Jij bent tatenmaker. Nou, Chris, bedankt voor deze week. Bedankt. Voor je zware week. Zware week, knokken, zes dagje werk. Bijna kerst. Bijna kerst. Weer een jaar dichter bij de dood. Ja, klopt. Maar alles bedankt, tot de volgende week. Tot volgende week weer, blijf kijken. En stuur, delen, e-mailen, WhatsApp, TikTok, alles. Alles bedankt. Alles bedankt. Это наш хардбас, мы вашим хардбас.